hoe woont 's lands meest gevraagde entertainer Jeroen van Koningsbrugge eigenlijk? Nou, die woont hier aan de Amsterdamse Gracht in een schattig pandje, moet ik wel zeggen. Kijk, zo zag het eruit toen hij het kocht. De keuken, goed in het souterrain, marmeren vloer. Met al een kijkje zo naar die tuin. Nou, een tuin is natuurlijk uniek te noemen in Amsterdam, maar hij heeft hem wel. Boven eigenlijk toch, ook al is het een heel smal pandje, genoeg ruimte. Zicht op de tuin en natuurlijk aan de andere kant weer de gracht. En het is eigenlijk wel leuk om op die manier in al die huizen een beetje rond te kijken. Want je ziet meteen hoe het eigenlijk in elkaar zit. Een soort voorruimte en een achterruimte. Nou, genoeg ruimte voor hem en zijn vrouw en kinderen natuurlijk. Maar heeft hij helemaal niet zo'n makkelijke jeugd gehad in Roosendaal. Wilde zelfs banketbakker worden. En zegt zelf dat hij de concentratievermogen heeft van een goudvis. Maar toch zo langs die kleinkunstacademie werd hij opeens een enorme artiest. En zeer gevraagd. In de Lama's natuurlijk het gezicht van RTL, Ik hou van Holland. Heeft natuurlijk zijn komisch duo samen met Dennis van der Ven onder de naam Jurk. Speelt ook nog in de band, dus is echt een alleskunner. Nou, die alleskunner wil natuurlijk ook een beetje bij kunnen komen. Hij heeft al eens getracht om naar Amerika te reizen en daar even tot rust te komen. Maar daar begon hij gewoon weer van voren af aan met filmpjes opnemen. Ze zijn weer opnieuw getrouwd daar. Dus dat is weer hartstikke leuk. Maar als hij nou echt tot rust wil komen in Nederland, dan gaat hij naar IJsden toe. Want daar heeft hij ook nog een boerderij gekocht. Mooi, klassiek, groot pand. Genoeg ruimte voor familie, voor vrienden, voor hun kinderen. Ja, ook hier zie je weer de inrichting die hij aantrof toen hij het kocht. Maar misschien heeft hij het wel zo gelaten, omdat hij het gewoon gezellig vond. Hier komt Dennis van der Ven naartoe om vervolgens daar alle typetjes met hun uit te denken en uit te proberen op de familie. Je ziet echt een familiehuis hier. Er hangt hier nog wel kunst van de bewoners, maar je ziet wel dat het chaotische eigenlijk wel een beetje ook bij Jeroen past. Dus ik snap toen hij hier binnenwandelde dat hij dacht, ja, dit is gezellig, hier wil ik wonen. Maar welke interieursmaak past nou het beste bij hem? Ik denk zelf een fusion tussen eigenlijk ja, wat moderns, maar toch wel die hele gezellige knus, een beetje rommelige kant. En dat zie je duidelijk in deze impressies. Hier zie je ook weer echt de samensmelting van oude elementen, af en toe een moderne touch. Ik denk dat hij daar wel heel gelukkig van wordt en het ook heel goed aansluit op beide panden. Nou, één groot voordeel aan de boerderij in IJsden, daar kan hij lekker de auto en wel meerdere auto's voor de deur zetten. Maar als hij dan weer terugkomt in Amsterdam, dan worden het toch weer rondjes rijden. Maar mocht hij besluiten een parkeergarage te kopen, dan hoort er één bij zijn huis. Maar liefst voor de prijs van 165.000 euro.